Dit filmpje gaat over belichting. Ik ga mijn best doen om zo kort mogelijk, om elk filmpje zo kort mogelijk te houden. Dus we gaan enkel spreken over het bekomen van een technisch correcte belichting. Met de drie parameters die van belang zijn. We gaan niet spreken over type lichtmeters, over instellingen bij uw lichtmeter en dergelijke meer. Dat komt in andere filmpjes nog wel aan bod. Ik gebruik voor het aantonen van deze instellingen deze analoge manuele camera. Om de eenvoudige reden dat alles hier duidelijk op aangeduid staat met getalletjes. Dus dan kan ik dat eenvoudig demonstreren. Het begint eigenlijk allemaal met de film die erin laat. En dat gebeurt hier. De film die erin laat heeft een bepaalde ISO-waarde. Dat kan ISO-waarde 100 zijn, 200, 400, 800, 1600. En het komt erop neer dat hoe hoger die waarde, hoe gevoeliger de film is voor licht. Dus hoe minder licht dat die film effectief nodig heeft om tot een goede belichting te komen. Die heeft ook wel nadelen. Daar komen we later toe. Maar stel je laat een bepaalde film. Dan gaan we verder. Dan ga je, die komt hier te zetten. Ja, dan hou je natuurlijk dicht. Die komt hier te zetten. Je stelt een bepaalde sluitertijd in. Dat is de tweede parameter. Dit is een sluitertijd. En die bepaalt hoe lang het gordijntje dat hier zichtbaar is, hoe lang het open blijft. In dit geval heb je dat met moeite kunnen zien. Als ik dat echter op 1 zet, dan zie je dat heel duidelijk dat dat gordijntje een bepaalde tijd, namelijk 1 seconde, open geweest is. En zo kun je van instellingen wijzigen van 1 seconde naar een tweede van een seconde, een 60ste, een 250ste enzovoort. De B, de optie B die hier staat, is bulb, is gewoon zodanig ingesteld dat de sluiter open blijft zolang als hij op deze knop duwt. Dus dan kun je zelf timen hoe lang dat hem open moet blijven. Nu, wat heeft dat voor effect? Dus hoe langer dat uw sluiter open blijft, hoe meer licht dat op uw film komt. Als je nu verder gaat, ik heb hem even op B ingesteld, dan kan ik hem openzetten. En dan kijkt u nu, als het goed is, dwars door die lens. En dan ziet u dat die lens een ronde opening aan heeft. Dat is de diafragma opening, die staat nu maximaal open. Dat is bij deze lens is dat 1/4. En als ik die langzaam dichtdraai en stops, die stops zijn die kliks in feite, dat zijn de verschillende stappen die ik neem. Ik zal even de witte achtergrond nemen, voor de duidelijkheid. Dan zie je nu op stop F16, dat die opening nog maar een klein gaatje is tegenover die opening die we daarnet hadden. Ik kan die terug openzetten. En het spreekt opnieuw voor zich dat hoe kleiner dat gaatje is, dat er voor diezelfde tijd, die hier eerder ingesteld was, dat er minder licht op je film zal komen, dan als je die lens volledig openzet. Dus dat zijn de drie instellingen om tot een belichting te komen. Nu, lichtmeter zal een bepaalde combinatie voorstellen. Dus stel nu dat de lichtmeter zegt, oké, voor deze situatie moeten we werken met diafragma opening 4 en sluitertijd een 250ste van een seconde. Voor die ISO-waarde, dan betekent dat dat als je deze, dus die 1250, als je die aanpast naar de 500ste van een seconde, wat maar half zo lang is, dat je beeld onderbelicht is, omdat je minder licht op je film toegelaten hebt. Maar dat kun je compenseren door je lens ook een stop verder open te zetten. Dus dan krijg je voor een kortere tijd meer licht binnen, waardoor je uiteindelijk dezelfde belichting krijgt. Exact dezelfde belichting. Dus er is een reden om een bepaald diafragmaantal of een bepaalde sluitertijd boven een ander te verkiezen. Ook voor ISO-waarde is die er. Dus hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer korrel dat je krijgt, hoe meer kleurverschuiving, hoe minder contrast, of meer contrast, maar minder detail in de schaduwen en dergelijke meer. Dus hoe slechter dat de kwaliteit wordt van uw beeld, hoe hoger dat die waarde is. Daarom altijd zo laag mogelijk houden. Tenzij dat je natuurlijk die korrel of die slechte kwaliteit voor een bepaald effect wilt benutten. Ook sluitertijd heeft zijn effect. Dat is eenvoudig uit te leggen met bijvoorbeeld een bewegend onderdeel. Dat heeft alles te maken met beweging. Als je een foto maakt op een 4000ste van een seconde en er beweegt een auto door uw beeld, dan is die een 4000ste van een seconde zodanig kort dat die beweging bevroren wordt. Dus die sluiter is maar heel even open geweest en in die tijd dat die sluiter open was, is die auto niet verplaatst. Als je dat echter naar 1 volle seconde aanpast, die sluitertijd,
En zo wel de rest natuurlijk ook evenredig evenveel stops aanpassen. Dan gaat die auto gedurende die ene seconde dat die sluiter open is, van hier tot hier bewegen. En dat is voldoende om van die auto die daarnet nog scherp in beeld was, een wazige vlek te maken. Dus met sluitertijd controleer de suggestie van beweging. Diafragma, de laatste parameter, daarmee controleer je de scherptediepte. En scherptediepte, dat kan ik uitleggen door, dat is eigenlijk de diepte van je scherpte, hoe ver dat de scherpte in de diepte reikt. Als je bijvoorbeeld 1,4 neemt en je stelt hier op de voorkant van deze kachel scherp, dan zal de diepte van je scherpte, dus dan zal dit scherp zijn, maar dat zal maar lopen tot hier ergens. Bij 1,4 zal het zelfs zo ver niet gaan. Als ik daarentegen een opening 16 neem, dan zal die scherptediepte van hier, eigenlijk van hiervoor nog zelf, als ik hier scherp stel, dus op hetzelfde punt scherp gesteld, van hier scherp zijn tot voorbij die muur en verder. Dat is ideaal voor landschap, dan stel je scherp op een boom vlak bij u. En dan reikt de scherptediepte tot in het oneindig. Bij een portret, daar zou je dan bijvoorbeeld kunnen gaan voor een klein diafragma, dat wat een grote opening is. En scherp stellen op de ogen, altijd op de ogen scherp stellen. Waarbij dat dan door die kleine scherptediepte het gezicht wel scherp is, maar hetgeen achter mij niet scherp. In het geval van die witte muur is er nog niks, maar hier deze stenen muur. Als die scherp is, dan is elk detail zichtbaar en dan neemt de aandacht weg van uw onderwerp. Is die wazig, dan is dat een mooie vloe achtergrond en dan blijft de kijker naar uw beeld kijken naar het voornaamste onderwerp, zijnde hetgeen dat wel scherp in beeld was bij het portret van daarnet dan het gezicht. En daarmee hebben we de drie parameters heel kort, heel snel uitgelegd. Dus zijn de ISO-waarde, sluitertijd en diafragma.